We zijn begonnen eind maart om het er eens over te hebben van wat zou mogelijk kunnen zijn met een lied wat door een heleboel koren gezongen kan worden, wat gaat over het project en wat ook bij de buurtbühne nog een dienst kan doen. Dus eigenlijk een heleboel dingen die in één compositie eigenlijk tot uiting moesten komen. Daar gaan we nadenken en zeggen, ja dat kan wel, want dan moet het bijvoorbeeld een lied zijn wat iemand eenstemmig kan zingen, maar ook wat door een koor driestemmig gezongen kan worden. Niet te moeilijk, hij moet het bijvoorbeeld in het Tilburgs, ik maak ook veel dialectliedjes. Nou, daar schrikt misschien weer veel koren af om daar als eerste dialectlied dat te gaan doen. Dus we hebben wel voor gekozen om het gewoon in het ABN te doen, maar over een typisch Tilburgs onderwerp. En dan zo dat het multifunctioneel is. En dan ga je denken over de tekst, nou dat duurde in mijn geval wel een week of twee. In dit geval, soms gaat dat sneller, moet je toch een beetje zoeken, je duikt een beetje in de geschiedenis. En dan heb je een tekst en dan ga je daar muziek op maken. En dat was eigenlijk dan weer zo gepiept.